Welkom, goedenavond bij restaurant Daalder. Wat leuk dat we voor jullie mogen koken. Ik ga uitleggen, we beginnen met het vegetarische menu. Dus we starten bij de eerste gang. We hebben hier wat dingetjes uitgelegd. Dus jullie krijgen van ons een gazpacho van rode kool. We hebben een olie gemaakt van jalapeno peper. Dan hebben we in dit bakje hebben we een tartaar gemaakt van pompoen. Die hebben we in de oven gepoft. En lekker aangemaakt met verse kruiden, wat komijn en wat shallotjes. We hebben hier huisgemaakte kimchi, ook vegetarisch. We hebben wat verschillende sla- en kiemsoorten die we erop doen. Stukjes avocado, die leveren we gesneden aan. Hier hebben we wat sesamzaadjes, die hebben we op smaak gemaakt eigenlijk met gedroogde kimchi. We hebben één klein spuitzakje met vadivan mayonaise en wat kombu seaweedcreme. Dus voor het opmaken van het bord, ik heb een klein voorgerechtbordje gepakt. Wat hebben we nodig? Ja, eigenlijk een lepel en ik gebruik dan een pincet. Je kan ook een kleine theelepel gebruiken in plaats van een pincet op je handen. Dus begin als eerste wat je op het bord legt is de tataar van pompoen. Alles is dus per persoon afgewogen wat we meegeven. Dus je kan gewoon het hele bakje opmaken. Dan gaan we door met de kimchi. Die geeft eigenlijk een mooi klein pittig smaakje eraan. Dan hebben we de mayonaise van vadivan. Dat is dat vetje wat je echt nodig hebt in het gerecht. Dan gaan we door naar de kombu. Dat is de seaweedpasta. Speel het er gewoon, spuit het er wat speels overheen. Maak er gewoon echt je eigen feestje van. Dat is het belangrijkste. Dan doen we die sesam kimchi eroverheen. Ja, mooi die sesam smaak. Weer met dat klein beetje spicy. Nou, dan hebben we die gazpacho gemaakt van rode kool. Die kun je er gewoon heel mooi omheen doen. Dat is echt de saus zeg maar, die je nodig hebt om het gerecht echt af te maken. Hier mag je best wel wat van doen. Dan over de saus heen doen we de jalapeno olie. Dus dat doe je echt een paar druppjes. Dat geeft een beetje die kick door die frisse gazpacho heen. Dan heb je 7 blokjes avocado wat we hebben gesneden. Vervolgens maken we hem af met de crèches. We hebben hier de borage crèche. Dan hebben we een mélange gemaakt van verschillende kiempjes. Zo, nou, nu is hij klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk.